Leuk dat je kijkt naar Paard en Lifestyle. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Paard en Lifestyle TV. En deze keer ben ik op bezoek bij Joyce Heutink. We kennen Joyce natuurlijk als bondscoach van de paardendressuur, maar daarnaast doet ze ook heel veel andere dingen. Zo is ze commentator bij Eurosport, ze heeft een boek geschreven, heeft 8 jaar voor Chef Jans gewerkt, rijdt op het allerhoogste niveau en is ook nog eens Grand Prix jurylid. En dat terwijl ze nog maar 33 jaar oud is. In deze aflevering geeft Joyce ons een rondleiding op haar stal, laat ze zien hoe ze een van haar paarden traint en vertelt ze over haar trainingen bij Tristan Tucker. Hartstikke leuk dat jullie bij mij een kijkje komen nemen. Ik laat jullie graag mijn paarden zien en we gaan eens even een rondleiding doen. Nou, dit is Willem. Willem is een 7-jarige zoon van Beltit. En dus daarmee een halfbroer van mijn oude paard Hup. En met Willem rijd ik Z2. En Willem die heb ik samen met iemand anders. Willem is een heel lief paard en hij wil heel graag aandacht. Hij schrikt nooit, hè? En hij schrikt nooit, behalve als ik in de buurt kom. Ik sta hier sinds 2 jaar op stal en het is 5 minuten bij mij van huis. Dus lekker dichtbij en kan altijd terecht, kan alles eigenlijk doen en laten alsof het mijn eigen stal is. En dat is wel echt heel fijn. Dit is Prins, maar die is niet van mij, maar die hoort bij het meubilair. En die gaat gezellig met mijn paarden in de wei en in de paddock. Vindt hij wel leuk. Ons speelmaatje. Hé, Prinsje? Dat je gewoon echt de vrijheid hebt om gewoon te trainen. Of het nou 's morgens om 7:30 is of 's avonds om 10:00. Of dat je les kan geven en dat ik mijn paarden ruiters hier kan begeleiden. Ook al ligt er sneeuw buiten. Ja, dat is wel echt een groot voordeel. Dit is Faradiba. Dat is een 4-jarige dochter van Don Schufro. En zoals je ziet is ze niet heel klein, want ze is 1,80 meter. Dus we hebben heel rustig aan gedaan. We hebben vorig jaar er 2 keer opgezeten. En dat was echt zo van, goh, we doen er een zadel op. Oh, we kunnen erop zitten. Oh, we kunnen los. En dat is dit jaar in september eigenlijk hetzelfde gegaan. En ja, na 3 dagen erop gezeten te hebben, is ze hier gekomen en rijden we er gewoon. Wel heel rustig aan hoor, omdat ze natuurlijk zo groot is, maar het is een heel ontzettend lief paard. Heel gemakkelijk in de omgang, heel betrouwbaar en dat vind ik wel erg belangrijk. Nou, met dit paard doen we vooral op dit moment heel veel schakelen en rechtuit, grote voltes, zien dat we in een mooi tempo, echt tussen 2 benen en 2 teugeltjes op eigen benen kunnen laten lopen. En dat je dan ook echt merkt dat je bijvoorbeeld op een diagonaal, als je wat sneller wil, dat hij dan ook recht sneller gaat en niet gaat dwarrelen van links naar rechts. En het feit dat dat dan al lukt, is voor mij alweer een teken dat hij wat sterker is geworden. En op zich is het een makkelijk mondje, dus we werken wel veel aan de nagevelijkheid en zo, maar echt van achteren naar voren. En meer doen we er eigenlijk ook nog niet mee. Ook niet wijken of zo, omdat ze gewoon... ze is pas sinds oktober echt zadelmak, hè. Dus dat is nog niet zo heel lang. Hele wandeling, hè. Pasplaats. Voilà, komt u verder. Opstapje. Nou, dit is het andere gedeelte van de stal. Hier heb ik ook 2 paarden staan. Zoals je ziet heb ik al wat klaar hangen, want we gaan natuurlijk rijden. Dit is Apart in haar winterjas. Apart heb ik ook als veulen gekocht. De meeste paarden koop ik als veulen. Deze komt ook van de veulenveiling in Borculo. En het is een Quattro maal Jazz, 9 jaar.
En ik rij haar in de lichte tour. En de bedoeling is om volgend jaar Grand Prix te gaan starten. En het is een heel traject geweest met dit paard, want ze was altijd heel erg bang. En heel erg kijkerig. Dus toen ben ik 2 jaar geleden naar Tristan Tucker gegaan toen hij in Nederland kwam. En die heeft me een heel stuk verder geholpen met dit paard qua schriktraining en angst. En ook voor mezelf, want ze deed op een gegeven moment soms zo gek dat ik dacht dat ik gek werd. Dus dat is ondertussen echt heel erg veel beter geworden. En we kunnen nu in principe gewoon op concours gaan zonder dat we gekke fratsen uithalen. Het belangrijkste voor mij met het paard is dat ik werk aan ontspanning, want ze vindt alles spannend, dus zowel dingetjes als geluidjes. En dat ik daar vooral zeg maar zelf niet te veel op inga. Tristan heeft het ooit aan mij uitgelegd als de lady with the cat. Er was een mevrouw en die had een paard en die had een stalkat. En iedere keer als zij kwam rijden, sprong de stalkat op de bakrand en dan ging haar paard op hol. Maar als Tristan dan op de paard zat, dan sprong die kat op de bakrand en dan was er niks aan de hand. Ik had hem op het Global Dressage Forum aan het werk gezien met Katja. En dat vond ik echt, dat ik dacht van, hoe krijg je dat voor elkaar, of zo'n plastic zeil? Rustig aan met deze begonnen, geloof het of niet. Maar deze loopt ook gewoon in galop over een plastic zeil. Hij springt er niet overheen, hij loopt er netjes overheen. Het was zelfs zo grappig, nu ligt er buiten sneeuw en dan hebben we een pad gemaakt waar hij tussendoor mag lopen. Dus ik moest echt ook tegen hem zeggen, nee, je mag er tussendoor, je hoeft nu niet over de sneeuw. Doe maar niet, want dat is glad. Ze was echt dan zo aan het kijken van, hé, daar ligt sneeuw, dat is eng, dus ik moet er misschien wel op gaan staan. Nee, dat hoeft niet. Hallo. Ik was op een gegeven moment zo gefixeerd op alles wat er om me heen gebeurde, dat ik alleen maar aan het kijken was naar van, als die maar niet beweegt en als die maar niet ademhaalt of als dat maar niet verschuift. En dat ging zij natuurlijk ook merken. En dat vond ik voor mezelf heel erg interessant om te ontdekken. Want een heel groot stuk van schrik bij een paard ligt dus niet alleen aan het paard, maar dus ook gewoon aan de ruiter die de aanleiding heeft gegeven. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar ik denk dat dat in heel veel gevallen wel zo is. En dat heb ik bij dit paard gewoon aan den lijve mogen ondervinden. Dus ik probeer heel veel te werken aan vertrouwen, aan verbinding, aan controle. Maar niet aan afgedwongen controle, maar ontspannen controle. En ontspannen controle is best wel moeilijk op het moment dat er dingen spannend worden. Want dan hebben ruiters en ik zelf daar vroeger ook bij snel de neiging om te pakken, te klemmen, om meer te gaan rijden. En rijden is dan meer van aanhouden en been eraan en hand eraan. En hoe meer ik dat bij haar deed, hoe meer spanning dat ik kreeg. En nu heb ik geleerd dat als ik gewoon zelf ontspannen ben en doe alsof er niks aan de hand is, dan is er meestal ook gewoon niks aan de hand. En dat implementeren in je dagelijkse training is al een uitdaging voor mij. En daarin wil ik dan ook gewoon mijn oefeningen en zo kunnen rijden. Tristan heeft me meteen wel uitgelegd dat het niet heel veel nut heeft om 3 keer langs te komen en vervolgens in je oude fout verder te gaan. Omdat het toch veel al tussen de oren van de ruiter zit, in combinatie met het paard. Dus als de ruiter het signaal afgeeft van, hé, dat vonden wij vroeger eng, dan denkt dat paard, dat was dus vroeger eng, dus dan is het nu nog steeds eng. En ik merkte zelf ook wel hoor, dat als ik een tijdje niet was geweest of het niet geoefend had thuis, ja, dan hoefde er maar iets te gebeuren of er was meteen weer spanning, weet je. Ja. Nee, dus ik kom daar nog zeg maar 1 keer in de 2 weken op zijn gemiddeld, zeg maar. En als ik les heb van hem, dan doen we gewoon dressuurtraining. Dus dan doen we gewoon normale basiswerken en wat proefgerichtere dingen zoals appiëren en een beetje piafpassage en wissels en zo. En de kijkerigheidstraining, zeg maar, de schriktraining, die doen we wel echt thuis. Dus een keer een deur open of dicht of een plastic cel op de vloer leggen of paraplu erbij. Of,
Ik had laatst, ik zag een stofdraadje hangen. Ik denk, pak even de plumo. Nou, dan had ik de plumo vast en ging natuurlijk met 80 per uur door de bak heen. Maar ja, dat hoort er dan ook bij. Normaal zou je zeggen van, oeh, doe maar niet meer. Maar juist met een paard als deze is dat heel nuttig. En tot de plumo wordt weer gepakt en stofdraadjes weggehaald. En het gekke is dat dit is het paard dat het normaal gesproken het spannendste zou vinden. Maar dit is de enige waarmee ik het echt kan. Ja. En vroeger zou ik meteen gereageerd hebben door een keer met mijn benen mijn hand bij te knijpen. En hem ernaartoe te drukken bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld dit hoekje vindt hij dan spannend. Hij vindt alle hoekjes spannend, maar ik kan het wel even laten zien. Nu heb ik hem gewoon aan de lange teugel. En je zult het straks zien als ik dan ga galopperen en ik heb wat meer druk. Dan gaat hij daarop reageren. Dus nu heb ik een lange teugel. En dan schrikt hij. Ik doe niks. En ze loopt gewoon door. En ik weet dat ze van tevoren dat ze gaat schrikken. Maar als ik ga vasthouden, dan gaat ze nog veel harder schrikken. En het grappige is dat als ik daar niet op inga, dan kan ik daarna ook gewoon ontspannen doorrijden. Nu is het al veel beter. En nu stapt ze gewoon net zo la 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 gewoon door. En dat is dan zeg maar een afspiegeling van wat er dan in de proef gebeurt. Dat als er in de proef iets spannends is en ik blijf daar poeha van maken, wordt die hele proef gespannen. En als ze nu in de proef een keer schrikt, dan kan ik dit doen en dan is er daarna meteen weer ontspanning. Dus dan is niet meteen het eerstvolgende onderdeel weer verprutst. Nou, we hebben ook echt het hele traject gewoon gedaan. Dus echt eerst aan de hand alles en dan de pas op. En ja, dat was wel voor mij ook heel nuttig. En op concours doe ik het nog ook wel eens hoor. Dan even een stukje aan de hand. Een beetje draaien links, een beetje draaien rechts. En wijken voor een been. En dat hij weet dat, hè, waar ik ben en waar mijn ruimte is en waar haar ruimte is. En dat als er wat is waar ze voor aan de kant moet springen. Dat als ik daartussen sta, dat zij daar niet mag komen. En dan blijft ze veel gemakkelijker wel bij het object. In plaats van dat ze bij mij in de nek springt. En denkt van, via jou is het makkelijker. In de volgende aflevering vertelt Joyce over hoe zij in de paarden is begonnen, stelt ze haar vierde paard aan ons voor en vertelt ze waar ze achter kwam toen ze haar eigen hartslag ging meten. Heel interessant, kan ik je vertellen. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond en zo ja, like dan deze video en wil je op de hoogte blijven van meer updates, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Tot de volgende keer! En wat je hier zeg maar wel, dit zijn hele mooie stallen. En want ze hebben heel veel ruimte om te bewegen en heel veel sociaal contact. Maar wat je dan merkt is, zeg maar, als je een paard achteraan hebt staan, dat wel al die kopjes voor de tijd even contact zoeken. En sommige paarden vinden dat contact niet zo leuk. Dus dan, als je een keer een hap in je kont krijgt, ga je de volgende keer vanzelf een beetje harder. Maar Willem die hapt niet hoor. Alleen mij. Hé Willem?